Henk Bouwman, pentekenaar, wonende in Zutphen. Er zijn al meerdere prenten met stadsgezichten van Zutphen en daarbuiten onder zijn handen vandaan gekomen. Het tot nu toe grootste is wel het panorama van de IJsselkade, bijna 6 meter lang. Geprojecteerd in een bijna gesloten cirkel in het Stedelijk Museum in Zutphen. Met het volgende project is hij alweer bezig, met als thema de oude stad. Henk Bouwman, de man van het panorama Zutphen. Hoe kom je op dat idee? Panorama Mesdag. Ik was met mijn vrouw bij Panorama Mesdag en dat vond ik zo mooi. En toen wilde ik het zelf ook. En ik wilde eerst eigenlijk grotere stit. Maar dat hebben ze met me afgeraden. En toen heb ik 6 meter gedaan. Dus daar hangt nu 6 meter pentekening. 6 meter pentekening. Dat is een hoop uurtje wat erin zit. In totaal iets van 3000, 4000 uur. Zo hebben ze geteld, ik niet. Maar een heel wat uurtjes. Zo. Heel wat potloden en pennen versleten, neem ik aan. Potloden zeker, pennen ook. Kleurpotlood wat minder, want ik heb nog wat wazige kleur gebruik ik. Maar inkt en gewoon potlood heel veel. Ja. Ja. Maar ga je van tevoren fotograferen of hoe doe je dat? We zijn eigenlijk hier, toen we hier begonnen, zijn we met een hoogwerker in de Uiterwaarden geweest. Die hoogwerker is 22 meter omhoog geweest en die heeft rondom foto's van het panorama van Zutphen gemaakt. Die foto's waren uiteindelijk mijn voorbeeld. Ja. En 2 jaar werk. Doe je dat dagelijks of in de weekenden? Ja, 4 jaar werk. 4 jaar werk, het was 2 middagen in de week. En soms ook wel eens een middag of een dag tussendoor, als het even rustig was. Maar verhoudingsgewijs 2 middagen in de week, donderdags en zaterdagsmiddags. Ja. En dan kun je zien tijdens de openingsuren van het museum hier allemaal? Tijdens de openingsuren van het museum kun je genieten van het panorama. Ja. Dus. En nu is het van het weekend afgelopen en dan gaat het verhuizen denk ik naar het Hof van Hekeren? De bedoeling is dat het overgaat naar het Hof van Hekeren. Hoe en wat weet ik nog niet precies. Dat is ook afhankelijk van welke plek hebben we. Dat moeten we allemaal nog even zien. Maar het gaat er sowieso mee. We staan nu bij het nieuwe project van Henk Bouwman. Dit wordt nagedaan van een foto van Patrick van Gemert. Hoe heb je dat zo in je hoofd gekregen? Dit had ik al in mijn hoofd toen ik met een panorama bezig was. Zutphen van bovenaf. Dat leek me een heel mooi idee om te doen. En ik heb ook een x aantal foto's van Patrick bekeken. En ik heb de keuze gemaakt aan de foto die nu dus wordt verwezenlijkt. Eigenlijk moet je op de stad kijken, op de oude stad. Je hangt met het vliegtuig boven het gerechtsgebouw. En kijkt dan vervolgens over de oude stad heen. Ja. 2,5 bij 2,5 meter moet die worden. En heb je ook een tijdsbestek aan uitbesteed? Helemaal niet. Nee. Gewoon de tijd die je hebt? Gewoon de tijd die ik heb, die steken we erin. Ja. Ja, je ziet nou een stuk jouw geschiedenis, een loods van de NS hier staan bijvoorbeeld. Of wat is het voor loods? Het is een reparatieloods. Hè? En dan hier dus een stuk van het transeerterrein, wat in principe ook al niet meer zo is als dat het is. Er is ook al een verandering natuurlijk inmiddels op het industrieterreinplan met die nieuwe haven die er zit. Maar ja, dit was het begin, zo zag de foto eruit. En dan begin je ook op die manier. Ja, ja. En dan wordt het exact zoals we het op de foto zien. Dus ook dat wordt weer een stukje geschiedenis. Ik hoop het. Ja. Maak je er nou van foto's na, deel van foto's, of hoe ga je dat doen? De foto van Patrick van Gemert, die is dus verdeeld in A3's. Die A3-vellen die worden per fragment getekend. Zoals bijvoorbeeld de brug en het IJsselpaviljoen, die bestaat uit 2 A3-foto's. Elke A3-foto is een voorbeeld van mij. Ja, ja. Dat houdt niet in dat ik exact 1-op-1 teken, want de A3-foto... Die teken ik niet na. Ik teken, mijn schaal is heel iets kleiner. En dat doe ik extra, want dan hou je een paar millimeters over om dingen te kunnen corrigeren als je een inkt een foutje maakt. Want als je een inkt fout maakt, kun je niet gummen. Nee, als je exact 1-op-1 tekent, dan, en je maakt dan een fout, dan ben je weg. Ja.